Kees Jong is uit de lokale VVD gestapt. Hij besloot zijn zetel te behouden en zich aan te sluiten bij Groep Noordzij. Wij spraken met Kees af bij het bestuurscentrum in Pijnaker. Wie is Kees Jong? Kees Jong is, dat ben ik dus, 61 jaar oud. Ik woon sinds 5 jaar in Noordorp met mijn echtgenote. Gehuwd. We hebben een dochter die woont toevallig ook in Noordorp met de kleinkinderen. En hiervoor hebben we jarenlang in Oegstgeest gewoond. En na een mooie VVD-campagne uiteindelijk in de raad beland en toch weer vrij snel opgestapt. Dat kan nooit de intentie zijn geweest. Nee, dat is nooit de bedoeling. Zo begin je niet. Je begint enthousiast als VVD'er. Dat ben ik ook. Dat was ik ook. Je voert de campagne. Ik werd gevraagd om raadslid te worden. Om me verkiesbaar te stellen, heb ik gedaan. Ik kwam op een hoge plaats terecht. Allemaal uitstekend. Goede campagne gevoerd. Toch de grootste partij geworden, ondanks dat we 5 zetels hadden. En dan gebeuren er dingen, moet ik zeggen, in een fractie. Dat je zegt, ja, zo wil ik niet verder. En dan stap je op. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat is er allemaal misgegaan binnen de VVD? Dat je tot deze conclusie moet komen? Ik ga geen details vertellen. Maar wat er gebeurd is, op een gegeven moment ging Vivian de fractie uit. Toen waren we met z'n 4 over. Ik werd in een vergadering gekozen tot fractievoorzitter. De partij zei, de andere fractieleden, dat ze mij volop zouden steunen. Het is natuurlijk best lastig als je net raadslid bent en tevens fractievoorzitter. Dat is best een moeilijke start. Maar met steun van de partij zou ik dat gaan doen. En die steun heb ik niet gekregen. Men heeft mij niet collegiaal ondersteund. Niet ondersteund daar waar ik wilde. Daar zijn een paar discussies over geweest. En ik heb gezegd, zo wil ik geen 4 jaar verder. Dan zegt de VVD, die zijn natuurlijk woedend. Ja, meneer Jong heeft niet zo heel veel stemmen binnengehaald. Het is niet rechtvaardig dat hij die zetel meeneemt. Ja, dat is altijd een denkfout. Ik ga het heel even uitleggen. Zodra je in de raad zit, is die zetel van jou en niet meer van de partij. Dat staat nou eenmaal in de kieswet, die heb ik ook niet verzonnen. En als een Tweede Kamer die kieswet wil veranderen, moeten ze het zeker doen, maar dat doen ze dus niet. Dus wettelijk, ja, het klinkt heel flauw, mag ik gewoon mijn zetel meenemen. Kunt u de teleurstelling, de woede wel voorstellen? Die kan ik me zeker voorstellen, want het is een partij die vroeger 7 zetels had. Toen liep er iemand weg 6. Bij deze verkiezingen 5 zetels, van 4 naar 3. Dus natuurlijk kan ik me de teleurstelling voorstellen. Het programma van de Groep Noordzij Jong, als ik het goed uitspreek, wat gaat het worden? Een soort mini-VVD-programma of gaan we een hele andere koers varen? Kijk, we zijn natuurlijk van huis uit VVD'ers en we zijn ook liberalen gebleven. We zijn niet plotseling heel iemand anders geworden. Dus die gedachten zitten natuurlijk wel in. Een partijprogramma hebben we nog niet. We moeten nog goed met elkaar gaan praten hoe we verder gaan, hoe de taakverdeling gaat gebeuren. Wat wel zo is, dat Vivian zorg gaat doen. Ze is arts, dus dat is heel logisch. En dat ik me bezig gehouden met veiligheid. En dat heeft ook te maken met mijn achtergrond. Wat is een persoonlijk speerpunt voor de komende 4 jaar van Kees Jong? Nou, wat ik heel belangrijk vind, en ik heb dat ook in de vorige periode gezegd, dat is veiligheid. En wat ik heel belangrijk vind, dat is bestrijding van woninginbraken. Ik ben zelf de uitvinder van het politiekeurmerk Veilig Wonen. Ik heb dat jaren geleden uit Engeland gehaald. Dat heette het Secured by Design. En als je een politiekeurmerk Veilig Wonen invoert, dus bij nieuwbouw, bij woningen, dan zie je dat daarna er nauwelijks meer in zo'n woning wordt ingebroken. Daar moet de gemeente wat meer moeite voor doen. En daar moeten ze wat meer achterheen zitten. Maar het is wel een perfect middel tegen woninginbraken. En zoals u weet, een woninginbraak, los van de spullen die gestolen worden, is het vreselijk als er mensen door je huis hebben gewandeld. Dat geeft een heel onprettig gevoel. En dat wil ik voorkomen en daar wil ik aan gaan werken. Nou, er is ook nog een verrassende naam voorbij gekomen. Desiree Lorist. Zij was voormalig raadslid voor gemeentebelangen. Wat gaat zij doen binnen jullie partij? Nou, Desiree is, wat, zoals dat heet, fractielid buiten de raad. Die gaat ons ondersteunen. Die mag bij alle voorbereidingen worden betrokken. Is eigenlijk gewoon een ondersteunend raadslid. Het enige wat ze niet mag is bij de besluitvormende vergadering zitten in de raad. Daar zitten dan Vivian en ik. Maar we zijn heel blij dat ze ons wil ondersteunen, want het is een ervaren raadslid. Hoeveel oud-VVD'ers gaan er nog bij komen? Dat kan ik niet inschatten. Ik kan zeggen ze zijn welkom, maar dat vind ik een beetje flauw.